Goedenavond. Ik heb bewust gekozen voor werk via Kezer, omdat ik me daar prima thuis voel. Wist u trouwens dat Kezer elk jaar 63.000 mensen aan werk helpt? Toch iets om over na te denken. Je voelt je thuis bij Kezer Accent Groep. Ben je me nou? Rimpels en kreukels. Kreukels en luchtjes. Ze gaan in stoom op met de nieuwe Dressfit van Rowenta. De Dressfit stoomt alle kreukels en luchtjes eruit en maakt uw kleding heerlijk fris en glad. Zo kunt u altijd en overal correct voor de dag komen. Dressfit, het stomerijtje van Rowenta. Rowenta laat zien hoe het moet. Ballisto. De chocobar waar zon in zit. Oranje volkoren mix op Ballisto groen met muesli. Beide in lekkere melkchocolade. Verras je zon. En vaak de sprong. Naar minder zoet. Ballisto. Ballisto, de chocobar waar zon in zit. Waar wordt het meest voor geleend? Voor het kopen van een auto. En wat krijgt dan de minste aandacht? De vraag waar je het best kunt lenen. Bij de postbank bijvoorbeeld. Dat kan aanzienlijk meer opleveren dan afdingen op allerlei accessoires. Wie zich eerst oriënteert bij de postbank en dan pas een showroom binnenstapt, kan zich echt honderden guldens besparen. Haal daarom de folder op het postkantoor. Odorex, de deodorant die de langste dagen maakt.
Last in Holland. De 27 mooiste Nederlandse hits. Beleef opnieuw Hollands meest populaire liedjes in briljante James Last arrangementen. Ongelooflijk mooi, het orkest van James Last. James Last in Holland. Nu in de winkel, op cd, lp en muziekcassette. Dim, de mooiste mode voor benen. Wie is sneller? De speedy dame of haar uitdaagster? Hier zijn de vlekken. Vette vingers en vieze strepen op een kunststof deur. Daar gaan ze. Aha, de speedy dame leest eerst de gebruiksaanwijzing. Inderdaad, speedy krast niet, maakt glanzend schoon. Zo, zo, die is bezig en wordt onverdund gebruikt. Er hoeft dus niet eerst een sopje van gemaakt te worden. Maar de speedy dame mag wel opschieten. Hoewel, nee hoor, ze heeft al gewonnen. Een glansrijke overwinning. Vernieuwde speedy is zo snel, wie of wat kan daar nog tegenop? Thank you.